Welkom bij de uitleg van waarschap 5 en die gaat over longblaasjes. We gaan er een tweetal zaken kijken. Als eerste gaan we kijken wat de rol is van het middenrif bij de ademhaling. En we gaan ook kijken wat de tussenribspieren voor functie hebben. Want die werken namelijk samen met dat middenrif. En we gaan kijken hoe longblaasjes werken. Dan beginnen we met het begrip ventilatie. En ventilatie is het verversen van lucht in je longen. En om lucht te kunnen verversen in je longen heb je een aantal onderdelen nodig die met elkaar samenwerken. En dat zijn in dit geval de tussenribspieren en het middenrif. Die tussenribspieren en dat middenrif zorgen ervoor dat op het moment dat jij wil inhalen, dat de holte waarin jouw longen zitten groter wordt. Dus op het moment dat die spieren en die middenrif ervoor zorgen dat die holte waar jouw longen zitten groter wordt, zuigt het lucht naar binnen. En op het moment dat je wil uitademen, zorgen die tussenribspieren en dat middenrif juist voor dat je longen weer leeggedrukt worden. Dus het samenwerken van die tussenribspieren en dat middenrif zorgt ervoor dat jij dus kunt in- en uitademen. Dat in- en uitademen is belangrijk om constant nieuwe lucht in jouw longblaasjes te krijgen. Je weet inmiddels dat voor verbranding brandstof en zuurstof nodig is. En die zuurstof die krijg je door de lucht om je heen in te ademen en in je longen wordt die zuurstof eruit gehaald. Dat proces van zuurstof uit de lucht halen en koolstofdioxide afgeven, dat noem je gaswisseling. Daar hebben we het kort al over gehad en ik zal je nu iets gedetailleerde uitleg hoe dat werkt. Je ziet hier links een schematische weergave van een trosje met longblaasjes. Hier zie je nog het luchtpijptakje aankomen. Daar stroomt de lucht doorheen. Dat komt hier aan bij al die longblaasjes. En wat je ook ziet is dat hier bloedvaten lopen. Een blauw aangegeven bloedvat en een rood aangegeven bloedvat. Wat je heel vaak ziet in boeken is dat bloedvaten die weinig zuurstof en veel koolstofdioxide bevatten, worden blauw gekleurd. En bloedvaten die veel zuurstof bevatten en weinig koolstofdioxide worden rood gekleurd. Dat is natuurlijk in het echt niet zo. Het is niet zo dat je echt blauw gekleurd bloed hebt en rood gekleurd bloed. Maar vaak zie je in afbeeldingen dat ze dat op deze manier duidelijk proberen te maken. Zorg er dus ook voor dat je dit niet als argument gebruikt op een toets. Als er gevraagd wordt met zuurstofrijk of zuurstofarm bloed, ga dan niet een argument aandragen van het bloedvat is rood gekleurd, dus het is zuurstofrijk. Nee, dat zal waarschijnlijk wel kloppen, maar dat is alleen maar bedacht om het duidelijker te maken. Dat zie je ook in de afbeelding hier. Hier hebben ze één longblaasje schematisch weergegeven en hebben ze er één haarvat bij laten zien. Er lopen natuurlijk eigenlijk veel meer bloedvaten. Een haarvat is een bloedvat. Er lopen natuurlijk veel meer bloedvaten langs dat longblaasje, maar ze hebben het even wat schematisch gemaakt om het duidelijk te maken. Als volgt, op het moment dat je inademt, komt de lucht door dat luchtpijptakje heen. Die lucht komt uiteindelijk terecht in een longblaasje. De lucht die in dat longblaasje komt, bevat veel zuurstof en weinig koolstofdioxide. Maar wat gebeurt er dan? Het bloed komt hier aan, heeft weinig zuurstof en veel koolstofdioxide. En omdat de wand van dit bloedvat zo verschrikkelijk dun is, kan de koolstofdioxide het bloed uit de lucht in dat longblaasje. Vervolgens kan ook de zuurstof, die hier natuurlijk heel veel aanwezig is in het longblaasje, vanuit de lucht naar het bloedvat en vervolgens het bloed in. Dat kan alleen maar gebeuren omdat de wand van dit bloedvat, dit heet een haarvat, is zo dun dat die stoffen dus door de wand heen kunnen. Die kunnen dus door de wand van het longblaasje heen en door de wand van dat bloedvat. Dat betekent dus dat op het moment dat hier bloed aankomt, dat het bloed heel veel koolstofdioxide bevat en weinig zuurstof. En op het moment dat het bloed hier weer langs het longblaasje wegstroomt, bevat dit bloed heel veel zuurstof en weinig koolstofdioxide. En dat is dus het proces van gaswisseling. En dat gaswisseling zorgt er dus voor dat je lichaam de koolstofdioxide kwijt kan en dat er weer nieuwe zuurstof naar alle delen van je lichaam kan via het bloed om aan verbranding te doen. En dat verklaart dus ook dat op het moment dat jij inademt, dat je heel veel zuurstof inademt bij de lucht en weinig koolstofdioxide. En op het moment dat jij de lucht weer uitademt, zit daar heel veel koolstofdioxide in en minder zuurstof. Dit proces van gaswisseling vindt dus plaats in al die longblaasjes. En eventjes als herinnering, er zijn dus per long 150 miljoen van dit soort longblaasjes. Het zijn er waanzinnig veel. Ze zijn superklein, maar wel heel belangrijk voor het opnemen van zuurstof en het afgeven van koolstofdioxide. Dan is hier nog de samenvatting en is dit het einde van de uitleg van waarschap 5.